Dat dit wel een beeld is wat je hebt op die bedrijfterreinen, langdurig braakliggend. Wat je ziet is dat de vegetatie, het gras en dergelijke, heel langzaam op gang komt, omdat de grond is opgebracht. Dat heeft hele bijzondere natuurwaarden. Je hoort veldleeuwerikken, kievieten, scholeksters. Op zich is dat heel bijzonder. Jammer is dat eigenlijk wordt voorkomen dat hier natuur zich verder mag ontwikkelen. Er wordt hier elk jaar flink gemaaid. Het gras blijft liggen en daardoor ontwikkelt het zich eigenlijk niet verder. En het kan anders. Dit is het bouwterrein Ezerwold bij Steenwijk. Het is 64 hectare groot en bestemd voor bedrijven en woningbouw. Maar de kavels verkopen in deze tijd moeilijk. En daarom is besloten dat de natuur tijdelijk zijn gang mag gaan. Dit is nog maar, denk 2,5 jaar begroeid. Je ziet hier dat het al veel ruiger wordt. Oké, hier kijk. Dit is wel leuk. Zien jullie dat? Dat is de blauwe breedscheenjuffer. Maar dat is nou een klein juffertje die hier in die ruige vegetatie, in dat riet, in die pitrus hier. Hop, daar gaat hij. Daar vangt hij de insectjes. Wat windluw is, wat lager bij de grond. En daar zie je hem zo kleine vliegjes pakken. Het is een echte koekoeksbloem wat je hier ziet. Het is een hele leuke plant. Naast dat hij ontzettend mooi is om te zien natuurlijk. Die vind je eigenlijk in het boerenland niet meer in het maaiveld terug. Maar spontaan vestigt zich dat hier. De firma Roelofs is eigenaar van de grond en ziet de tijdelijke natuur als een toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde voor ons als bedrijf is dat wij dus op een andere manier omgaan met beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Wij hoeven dus niet intensief te beheren. Wij kunnen daardoor besparen ook op de kosten, zeg maar. Aan de andere kant brengt de tijdelijke natuur, het schoon, natuur is gewoon wat het met zich meebrengt, brengt een plus voor het gebied. Ik zie nu dus ook daadwerkelijk dat ook van de mensen die hier op het terrein wonen en werken, dat die hier met plezier naartoe komen en dat die er ook een positief signaal over afgeven. Nou, dat is voor ons het mooiste visitekaartje wat je kunt hebben. We grazen hier ook met Herford runderen, wat eigenlijk een heel natuurlijk ras is. Die ook houtige gewassen pakt en zo. Dat voorkomt dat het hier heel snel bos wordt. Maar je krijgt door dat begrazing kale stukjes, open stukken, heel veel variatie, wat het weer heel aantrekkelijk maakt. Ik zie het veranderen. Kijk, we zijn nu op een toekomstige weg. En hier zit ook de kleine plevier op dit soort plekjes. Tapuiten zie ik in deze periode, in het voorjaar trekken tapuiten door. En daarachter zat net al een roepende tureluur. Dat zijn leuke plekjes, ik zie dat veranderen, ja. Op dit terrein ontstond tijdelijke natuur door minimaal menselijk ingrijpen. Eigenaar Roelofs groef wel zelf deze poel. Wat je wel ziet is daar dus de padden die daar naartoe trekken en dergelijke. En ja, de vogels die daar wat gaan drinken en de beesten die daar bij het water komen. Je hebt er gewoon permanent water, de afgelopen droogte. Dat was eigenlijk een ideale plek daar om daar even bij te snuffelen, zeg maar. Nou, dat maakt toch wel apart. We hebben ook een kijkplek gecreëerd daar. Dus voor de mensen die dat weten, die komen daar wel eens. Die gaan er even staan, even overzien. Bij de inrichting van het bouwterrein Ezerwold werkt de grondeigenaar Roelofs nauw samen met natuurorganisatie Landschap Overijssel. Eigenlijk komt het al voort uit de rol die Roelofs eigenlijk vanuit Genen al jaren heeft. 50 jaar bestaan, familiebedrijf, daarin de samenwerking zoeken en vanuit een gedegen maatschappelijke verantwoording opereren. En dus meer vanuit de samenwerking iets tot stand brengen dan in de aanval gaan en om je gelijken af te dwingen. In het verleden keken we heel erg argwanend naar projectontwikkelaars en zij naar ons. We waren de groene maffia en wij kennen hun alleen maar uit de rechtbank. Maar nu is het leuk, zie je dat er een soort vertrouwen komt en dat wij kunnen zorgen dat zij een soort groen imago hebben. En dat zij grond hebben waar wij natuur kunnen maken. De tijdelijke natuur mag blijven tot er weer gebouwd gaat worden.
De Rijksoverheid heeft in een nieuwe ontheffing vastgelegd dat op dat moment alle natuur opgeruimd mag worden. De ontheffing die is daar heel erg helder in, die gegeven is vanuit het ministerie. Maar daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat de samenwerking met Landschap Overijssel, dat is een gedegen samenwerking die in goed overleg tot stand is gekomen. Daarin is een stukje vertrouwen is ook zeker op zijn plaats. Het Landschap Overijssel beseft ook zelf, het is tijdelijke natuur. En het is mooi dat het tijdelijke feest hier zich ontspruit. Maar als het eenmaal is, daar is dat er gebouwd kan worden, ja, dan accepteren zij ook dat het... Dat het weggaat. Ik vind het persoonlijk niet erg om hier afscheid van te nemen. In die periode van 10 jaar dat hier weinig vegetatie was, is het een kraamkamer geweest voor heel veel soorten. Planten en dieren hebben zich hier kunnen voortplanten en vanuit daar weer kunnen verspreiden naar nieuwe gebieden. En dat hoort eigenlijk bij dit type natuur. De winst is dus die kraamkamerfunctie, die voortplanting en dat heel veel mensen ervan kunnen genieten dat dit wordt gezien als natuur en dat het een prachtige omgeving is. We'll be right back.